Ik ben Louis en ik loop hier al verschillende jaren rond in het park. Hè. Begonnen toen ik nog een hond had. Die is 12 jaar geworden. Is ondertussen een paar jaren dood. Maar het is me hier zo goed bevallen dat ik alle dagen blijf komen. Replica van de oude statie van Turnhout. Wij hebben de plans aangevraagd op de NMBS, ja, hebben we die gekregen en dan hebben we dat zo klaar een beetje op schaal uitgerekend. En ging erachter, dat kotteke ging erachter, hè? Oorspronkelijk vroeger in Turnhout één dingen in België stonden zo staan. Dus er moet schaambaar nog ergens twee staan. Zo. En voor degenen die niet weten waar ze zijn, Turnhout staat er ook op? Turnhout staat er ook, ja. Moet er vaak niet staan, halte Turnhout Stadspark of zo? Dat had ook nog gekund. Ja, het park is veranderd uiteraard. Hè. Het is er zelfs op verbeterd, als ik het zo mag zeggen. Hè. Het is de laatste tijd, vooral dit jaar en einde vorig jaar, veel doorzichtelijker geworden. Men heeft veel bomen gerooid, men heeft struiken weggedaan. Je zit in een park en toch zit je eigenlijk in een ruimte. Je kunt wat verder zien dan een neus lang, als ik zal het zo zeggen. En dat is volgens mij er verbeterd in het park. Dat is dus een herinnering aan de oorlogsslachtoffers, politieke gevangenen enzovoort. In de jaren 50 is dat opgericht. Wat betreft infrastructuur, ja, Sporthal die heeft er altijd gestaan. Natuurlijk, hè, de andere kant van het park. Hè. Het voetbalveld is erbij gekomen, dat eigenlijk een serieuze verandering gaf. Heeft zelfs invloed gehad op mijn wandelweg. En dan het nieuwe zwembad. Hè. Dat is wel degelijk de infrastructuur die veranderd is. In positieve zin, zal ik maar zeggen. En nu hier komen we aan dat baken, of een van de bakens van een oriëntatieloop. Men heeft die vaste posten gezet, zodanig dat men, als men een keer rustig wil die omloop doen en een keer lichtjes van de begaanbare wegen of paden af wil wijken, dan kan men een kaart bekomen door de sportdienst. En daar staan al die punten op. En dan kan men dus punt per punt afwandelen. Goedendag. Goedemiddag. Smaakt het? Absoluut. Dat kan ook niet anders zijn. Eerst en vooral met zo'n weer in zo'n park en op zo'n schoen plaatsje hier. Dat is een prachtige omgeving, hè? Ongelooflijk. Ik moet zeggen, het is de eerste keer dat ik hier kom. Oh, de eerste keer dat je hier komt? Hoewel, ik werk hier niet ver vandaan in mijn kantoor, hè. Maar echt, nooit tijd. Altijd volledig onder de stress, drukke agenda. En ik zeg, vanmiddag kan ik komen wat wil. Ik ga rustig mijn boterhammetjes opeten. Toevallig kom ik hier langs, maar dat is verbluffend. Hè? Wel, dan garandeer ik u dat je dat nog gaat doen. Ik zit hier nu 10 minuten. Hè? Wel, ik voel de stress uit mijn weg vloeien. Ja, dat is ongelooflijk. De energie, de zuurstof die in de lucht zit. Hè? Ik weet nog niet van waar dat je gekomen bent, maar als je wilt, als je nog wat tijd hebt, dan gaan we zelfs wel eens een tour kunnen doen. En dan ga ik hier en daar wel eens een paar puntjes aanwijzen die interessant zijn om weten. Ja, ik heb nog een kwartiertje, maar graag. Ik zou graag wel de mooie plekjes ontdekken hier. Oh, wel, afgesproken. Dan gaan we, als je boken op hebt, dan gaan we een keer op ons gemak een wandeling doen. Mm-hmm. Maar kijk eens, daar, hè. Hetgeen dat je daarna ziet, daar, die een berg, met die struiken daartegen. Hè. Ja. Dat zou aanvankelijk bedoeld geweest zijn, een onderdeel geweest van een amfitheater. Ah. He, nu weet ik niet of dat de bühne ging zijn of niet, of een tribune, dat weet ik nu niet. He. Maar als je dat zo een beetje aandachtiger bekijkt, dat zou goed kunnen. He. Ja. Dat had ik in gedachten bij de aanleg van dit park. Bij de aanleg van het park zou dat een theater zijn, maar daar is hier nooit niet van gekomen. Zeg, en hoe lang bestaat dit park eigenlijk al? Och, in 40 is dat uitgegeven. Prijzen, hè? Allee. Ja, in 40. En dan zijn ze erom begonnen. Goed, ik hoop dat het u bevallen heeft. Ik moet u bedanken voor de rondleiding. Ja, dat is geen probleem. En ik hoop elkaar nog eens tegen te komen. Morgen? Kom morgen eens langs, dan kom ik direct mee. Oké? Afgesproken. Bedankt, hè. Dag.